Equipe Fontoux is een interventie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Samen met een aantal andere jongeren en een buddy fietsen ze een aantal keer per week tijdens trainingen en toertochten ter voorbereiding op de beklimming van de Mont Ventoux in Frankrijk. En uiteindelijk na 6 maanden ongeveer gaan ze die Mont Ventoux daadwerkelijk beklimmen. De interventie is ontwikkeld om het zelfvertrouwen van jongeren te vergroten en hun sociale vaardigheden te vergroten. En daarmee uiteindelijk de gedragsproblemen te laten verminderen. We zien dat jongeren heel trots zijn op wat ze bereiken tijdens de beklimming van Mont Ventoux en het hele traject daar naartoe. En wat ook heel mooi is om te zien, is dat alle mensen om de jongeren heen, dus hun buddies en hun begeleiders, er samen met de jongeren een fantastische ervaring van maken, die de jongeren ook gedurende hun leven niet meer zullen vergeten. Maar steun voor mijn buddy heb ik het gehaald. Ja, hier hebben we toch een jaar voor getraind, half jaar. En dan sta je boven. Hoe vet is dat daarna nou? Mooi. Oh. Lekker man.